Er wordt op heel veel fronten gewerkt aan de verkiezing van Friesland tot culturele hoofdstad van Europa in 2018. De reis naar 2018 is misschien nog wel belangrijker dan de verkiezing tot culturele hoofdstad. Mensen vinden elkaar nu al in allerlei evenementen. Een prachtig voorbeeld is de Friese gedichtenreeks met 60 gedichtvlaggen in 60 dorpen en de dagelijkse uitzendingen op onze zender. Het komende weekend is Oude Bilt Zeil in rep en roer als onderdeel van de reis 2018. Vrijdag en zaterdag zijn er vanaf 9 uur 's avonds voorstellingen op het Noorderleeg. In de volstrekte duisternis van het Biltse landschap gebeuren bizarre zaken. Vanaf 9 uur 's avonds worden mensen in groepjes vanuit het café Het Grauwe Paard in Ouwesiel naar het Noorderleeg gebracht. Ze beleven als het ware een schipbreuk en vluchten vervolgens naar de veiligheid en de warmte van het Bilt. De voorstelling is bedacht door Tjerk Kooistra, artistiek leider van De Reis, het programma op het Bilt, en wordt gerealiseerd samen met vormgever Jaap Groen en vooral heel veel bewoners van het Bilt. In de herfstvakantie bouwt Jaap samen met een groep handige, sterke, creatieve beeldkuts aan het decor onderweg. Er is een globaal plan voor de vormgeving, maar hoe het precies zal uitpakken blijft nog even een verrassing, zowel voor de makers als het publiek. Dinsdagavond kregen de beeldkuts een laatste instructie door Jaap Groen en Tjerk Kooistra. Ik zei van die jongen, wat is je sterrende kaart? Nou, wat er dan met ons zijn, het wordt hier nog volle kaarten. Dus jij bent het al gewend, maar het wordt mooi, strijden met waar. Wij gaan vanavond voor de eerste avond hier bouwen in het Bilt. Wij hebben komend weekend hebben wij een zogeheten nachtreis gaan we organiseren, waarbij we bezoekers naar de dijk zullen vervoeren en van daaraf aan een tocht organiseren waar van alle spektakel, allerhande activiteit onderweg te beleven is. Het is een soort aanloop naar culturele hoofdstad 2018. Het is een soort aanloop, ja, maar de reis 2018 heeft allemaal stations en een van die stations is het station 2011 en daar zijn we nu nog maar pas. Dus 2018 is nog ver weg, maar dit is een van de eerste stations in die richting. Ze werken leuk mee op het Bilt, geloof ik. Ja, als je hier achter je kijkt, dan zie je alle vrijwilligers en dat is fantastisch om te zien. Eerder in juli hebben we wat gedaan en toen schetst onze verbazing dat wij eigenlijk wouden we iets van 10 acts in dat geval hebben en er waren meer dan 30 en we zouden 15 vrijwilligers willen en er waren er meer dan 100 en zo kan ik doorgaan. Het enthousiasme was heel groot en dat is, vertaalt zich nu opnieuw, dus prima. Wat voor acts gaan er komen zaterdag? Ja, wat voor acts er precies? Het zijn geen acts aan zich, het zijn belevenissen onderweg. En ik denk dat Jaap daar meer over zou kunnen vertellen. Want jij bent bij de geboorte ingeënt om gekke dingen te bedenken, hebben ze mij verteld. Ja, dat zeggen ze wel eens. En dat is ook wel een beetje zo. En wat van die gekke dingen gaan we hier ook doen. Dus vrijdagavond en zaterdagavond dan komen de mensen bij de Nieuwe Dijk aan. En dan vallen ze meteen in een gebeurtenis wat eigenlijk geen enkele Bilker hoopt dat ooit zou gebeuren. Er gebeurt iets met die dijk. Nou, dat kan maar één ding zijn, het wordt natte voeten. Ik ben er bang voor, maar wij doen daar ons best om dat te voorkomen. En daarmee laten we meteen zien dat die Bilkers eigenlijk ijskoude mensen zijn. Want ze leven met de rug naar de zee. Dus er kan van alles gebeuren. Die dijk die kan doorbreken of niet. Maar die Bilkers gaan gewoon verder met ze wat ze altijd doen. En die man die erin zit, die versoept. En als je versoepen of verdrinken of dergene, dan schijnt het zo te wezen dat je het licht aan het einde van de gong sjoggen en dat je nog van allerlei flashbacks krijgt. Stel, er komt iemand uit Wolvenga en die zegt, nou, dit wil ik meemaken. Kan dat? Ja, natuurlijk. Het is juist bedoeld, het is door beeldkus, niet alleen voor beeldkus. Het gaat over het Bilt, maar het is ook interessant voor mensen uit Wolvenga of uit Achterkarspelen. Dat maakt niet veel uit, nee. Stapt iedereen uit en daar vind ik die eerste flashback plak. Hoe krijg je nou één lopend verhaal van, jij als regisseur moet natuurlijk proberen er een totaalplaatje van te maken.
Ja, het totaalplaatje is het concept. En binnen dat concept is er van alles mogelijk. En wij hebben gewoon een idee in eerste instantie bedacht. Met Jaap heb ik het erover gesproken. Het dorp heeft vervolgens daar haar idee weer op losgelaten. En toen kwamen we uiteindelijk toch een behoorlijk weg van de snelweg. Alleen daar probeer je dan wel een verhaal weer omheen te maken. Maar het gaat vooral om de beleving. En daar is het verhaal slechts een onderdeel in. Het verhaal speelt zich af in de hoofden van de mensen die het beleven. Juist. Dat het hier s'avonds hartstikke donker is, dat maken we ook gebruik van. He, met de mistvladen, met licht, met de huisjes die hier verspreid staan. Het geheimzinnige wat het hier s'avonds heeft, dat gaan we gebruiken. Ik ken de Bilkes als mensen die voor niks aan de kant gaan. Niks is gek genoeg. Nou, dat hopen wij ook dat wij dat hier in uitstralen. En zeker in de aanloop richting vrijdag, richting zaterdag. Hoe ze het hier allemaal klaar zetten in weer en wind. Dus dat staat al sowieso voor het Bilse karakter. Van we flikken dat en we zetten dat met z'n allen, zetten we dat neer. En wat we vervolgens laten zien, dat heeft alle voeten in de Bilse aarde in ieder geval. Als het goed is, binnen de zaken regelen. Stel nou dat het godallemachtig slecht weer is. Wat doe je dan? Gewoon doorgaan. Ja. Ik bedoel, dat zijn ze hier gewend. Want ik zei net, wat is die sterven koud? Ja, dat is nou niks, zeggen ze dan. Dus die mensen zijn hier hartstikke enthousiast. Die hebben er heel veel zin aan. We zijn nu 2 of 3 avonden hebben we het erover gehad. Nou, we zullen vanavond de eerste prammen in gang zetten om die tocht voor elkaar te maken. Nou, je ziet het, hè? Het sterft hier van de Bilkes, dus dat gaat helemaal goed komen. Als daar nou een buitje regen bij komt, dan maakt het alleen maar spannender en mysterieuzer. Dus met water, vuur en licht en rook en toestanden wordt dat vast geweldig. Mensen moeten naar Café Het Grauwe Paard. En dan zou je even op internet moeten kijken op de kaartjes.nl. Dat is Annika geschreven. Daar heb je dan informatie over de verschillende aanvangstijden. Want wij hebben meerdere voorstellingen op een avond. Omdat we een beperkte hoeveelheid mensen kunnen vervoeren.